Dit is de plaskrul. Een bijzonder soort urinoir die je alleen maar kunt vinden in Amsterdam. In totaal staan er hier zo'n 35. En deze specifieke is trouwens echt buitengewoon smerig. Deze kunstwerkjes kun je voornamelijk vinden langs de waterkant. En dat is eigenlijk om twee redenen. Ten eerste, ze kunnen makkelijk schoongespoten worden met het water uit de grachten. De andere reden is om ervoor te zorgen dat mensen niet gaan wilplassen. Zorgt natuurlijk voor een hele hoop stank. Maar ook jaarlijks overlijden nog een aantal mensen in Amsterdam omdat ze dronken in de gracht vallen. Dus dan biedt de plaskrul toch een klein alternatief. De meeste plaskrullen zijn open aan de onderkant en hebben dit rare soort doorschijnende motief. En daar is ook een hele goede reden voor. Het zorgt er namelijk voor dat mensen niet stiekem seks gaan hebben op deze openbare toiletten. Waarbij hokjes toch wel echt heel erg een probleem is. Het enige probleem is, de krul is misschien wel een klein beetje seksistisch. De gemeente van Amsterdam zegt ja, dat komt ook wel een beetje omdat de krul voornamelijk bedoeld is voor mensen die langs de straat werken en zo, zijn toch voornamelijk mannen. Maar als vrouwen kun je hier eigenlijk bijna nergens eventjes makkelijk in het openbaar een plasje doen. Deze discussie werd al helemaal relevant toen in 2017 een vrouw een boete kreeg voor wilplassen. Ze weigerde te betalen en stapte naar de rechter voor discriminatie. Hier op de Dam werd in ieder geval geprobeerd een oplossing te vinden. Deze zogeheten urinoirlift, had in 2016 ook een vrouwenurinoir. Maar die werd waarschijnlijk niet echt gebruikt. Nu heb je hier gewoon een wc voor dames. Maar het zijn er wel echt veel te weinig hier in Amsterdam. Genoeg over de plaskrul, laat het hebben over de normale krul. Wist je dat de krul iets typisch Nederlands is? Zelfs in België wordt de krul niet heel veel gebruikt. Maar landen waar Nederland een geschiedenis heeft, kun je wel weer vinden. Denk aan Zuid-Afrika, Suriname, Indonesië, Bonaire, Curaçao. Daar hebben ze wel de krul, maar dat is vooral een stukje Nederlandse geschiedenis. De krul ontstond waarschijnlijk als een soort snelgeschreven G, van goed of gezien. De krul wordt in het Engels ook wel de flourish of approval genoemd. De zwier van goedkeuring. Klinkt wel leuk. In andere landen gebruiken ze toch vaker het vinkje, de checkmark. En die V komt dan weer van het Latijnse videre, wat ook gezien betekent. Dus eigenlijk zijn ze best wel hetzelfde. Maar dan nu even heel wat anders. Ken je deze sleutelhanger? Dit is er eentje van de Bob-campagne. Deze campagne voelt misschien net zo Nederlands als klompen en tompoesen, maar komt toch echt uit België. Deze campagne begon in 1995 als een samenwerking tussen de overheid, politie en gek genoeg Belgische bierbrouwers. En die campagne was echt gigantisch succesvol. Binnen slechts enkele weken had al 80% van alle Belgen gehoord van de verzonnen persoon Bob. Eigenlijk de personificatie van iemand die niet drinkt omdat hij nog moet rijden. Vervolgens werd Bob geëxporteerd naar een heleboel andere landen, zoals Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Alhoewel Bob daar opeens Sam heet. Veel mensen denken overigens dat Bob een afkorting is voor bewust onbeschonken bestuurder, maar dat is niet zo. Dat is achteraf verzonnen, een zogeheten backronym. En als we het dan toch over alcohol hebben, wat is nou eigenlijk het sterkste biertje? Kijk, het probleem met alcoholpercentages is dat je alcohol maakt door middel van gist, een schimmel. En die zetten de suikers om in alcohol, maar als ze te veel alcohol maken, dan gaan de gisten dood. Dus op een gegeven moment, als je echt veel alcoholpercentage wil, dan moet je de drank gaan verwarmen en het water eruit halen. Met de meeste gisten kom je echt niet boven de 20% alcohol. Dus hoe maak je dan echt sterke drank? Door middel van destillatie. Je gaat het koken, het water eruit halen en op die manier het alcoholpercentage verhogen. Zo maak je bijvoorbeeld jenever of whisky. Echter is het bij bier nogal onhandig, aangezien de hoge temperaturen van destillatie de smaak aanpassen. Dus hoe krijg je dan een hoog alcoholpercentage? Eigenlijk is het best simpel. Moet het alcoholpercentage omhoog, dan moet het waterpercentage omlaag. Maar als je het niet warm kan maken, wat kun je dan doen? Nou, je kan het kouder maken met het zogeheten ijsbokproces. Als je het nou heel langzaam bevriest, ontstaan er kleine ijskristallen met daarin voornamelijk water. Die vis je dus zo heel netjes één voor één uit. En op die manier krijg je heel langzaam, met heel veel moeite, een heel hoog alcoholpercentage. Vervolgens was er een jarenlange strijd tussen verschillende bierbrouwerijen voor de titel van het sterkste biertje. Die is uiteindelijk gewonnen door Schorsenbrouw met het biertje Finis Coronat Opus. Dat is Latijn voor het einde bekroont het werk. 57,5% alcohol. En over last hebben we gesproken. Laat het even hebben over roken in China. In China rookt een kwart van de bevolking. En met zo'n grote bevolking zijn dat toch mooi 350 miljoen rokers. In het jaar 2020 werden er in totaal 2,5 biljoen peuken gerookt. En als je dat verdeelt over de hele bevolking, ook de niet-rokers, is dat 1800 sigaretten per persoon. Geloof het of niet, maar ook in China wordt gerookt. Heel,
heel veel gerookt. 42% van alle sigaretten ter wereld worden daar geproduceerd en nog specifieker door de Chinese overheid. Van sommige schattingen zorgt roken voor wel 10% van de Chinese staatskas. Dat is een hele hoop geld. En dat is ook precies waar het een beetje onhandig wordt. In de meeste landen zijn ze heel erg bezig met het bestrijden van roken, maar in China wil het allemaal niet echt lekker opschieten. Pas in 2011 werd het verboden om binnen te roken en dat wordt ook niet heel erg gehandhaafd buiten de grote steden. Het lijkt ze allemaal niet zoveel te boeien. Ze verdienen bakken met geld aan accijns en ja, ze hebben nogal last van vergrijzing. En nu gaan mensen juist eerder dood. Het scheelt een hele hoop geld aan pensioenen. Dus ja, ze doen er niet zoveel aan. Het is zelfs zo dat in China 41% van de mannelijke huisartsen rookt. En 1/3 daarvan soms zelfs tijdens een gesprek met een patiënt. Verder zijn de burgers daar ja, toch gewoon een beetje slecht geïnformeerd. Slechts 68% weet dat je van roken longkanker kunt krijgen. Terwijl hier is dat 90%. Waardoor ik me toch een beetje afvraag... Wie zijn die andere 10%? Iets anders wat best wel grappig is aan roken in China zijn die gigantisch hoge kantoorgebouwen. Je kan er niet echt makkelijk even naar beneden om een peukie te doen. Dus de meeste mensen roken daar op de toiletten en bij de trappen. En terwijl je aan roken vooral doodgaat op de lange termijn, wist je dat je aan hondsdolheid, als dat niet behandeld wordt, altijd zult overlijden? Nu begin je misschien een klein beetje zorgen te maken. Hoe krijg je dat virus dan? Nou, dat gaat via beten en likken van honden, katten, vossen en vleermuizen. Maar, dan komt nu het goede nieuws. In Nederland kun je geen hondsdolheid krijgen van honden, katten of vossen. Dan blijven alleen de vleermuizen over. En wanneer ben je daar voor het laatst door gebeten? Ander goed nieuws. Het is na een beet nog steeds mogelijk om je te laten vaccineren. Stel je wordt in Oeganda gebeten door een vos. Dan wordt aangeraden om het dier te vangen. Dan kunnen ze die testen op hondsdolheid. Maar als dat niet lukt, geven ze gewoon voor de zekerheid sowieso een prikkie. Nu ben je weer een klein beetje gerustgesteld. En kan ik het eindelijk gaan hebben over wat er nou eigenlijk met een mens gebeurt wanneer je onomkeerbaar geïnfecteerd bent met dit virus. Het virus zoeft naar je speekselklieren en zorgt ervoor dat je veel meer speeksel gaat maken. Tegelijkertijd verlamt het je kaken, waardoor ze meer gaan hangen. En die twee dingen samen combineren tot een heleboel kwijlen. Een ander symptoom van hondsdolheid is angstig worden. En vanuit daar ontstaat weer een soort agressie. En dan ga je bijten. We hebben dus eigenlijk een virus wat zich verspreidt via bijten. En als je dan gebeten wordt, ga je heel erg kwijlen en ook weer andere bijten. Het is eigenlijk een soort zombievirus. En dat in combinatie met vleermuizen? Ik vind het heel verdacht. Ik ben speciaal voor jullie helemaal afgereisd naar het verre tropische Den Haag. En het is vandaag Prinsjesdag. Prinsjesdag zoals we vandaag de dag kennen vond voor het eerst plaats in 1814. Dat is 209 jaar geleden. Persoonlijk vind ik Prinsjesdag eigenlijk niet zo heel erg boeiend. Maar in die 209 jaar zijn een hoop dingen verkeerd gegaan. En dat vind ik wel boeiend. In 1963 sloeg een voorgespannen paard op hol. Koets knalde tegen de boom aan, had verder vrij weinig schade. Maar de inzittende prinsessen Beatrix, Margriet en Irene moesten een lift pakken in de Gouden Koets. Mede vanwege dit incident is er de maandag voor Prinsjesdag een nieuwe traditie ontstaan. Het testen van de paarden. Ze worden meegenomen naar het strand van Scheveningen en daar blootgesteld aan een heleboel Prinsjesdag-achtige geluiden. Juichende mensen, huilende baby's, vuurwerk. Om ze op die manier een beetje klaar te stomen voor vandaag, zodat ze niet op hol slaan. In 2001 was het voornaamste probleem met Prinsjesdag de nogal onhandige timing. Het was namelijk een week na de aanslagen op de Twin Towers, 9/11. Als gevolg hiervan werd besloten geen muziek te spelen tijdens de rijtour. En stond de Gouden Koets hier voor de Amerikaanse ambassade even stil. Om een groet te brengen aan de Amerikanen. Iets wat erg ongebruikelijk is. En over aanslagen gesproken, herinner je je nog het vaccinelichtincident? In 2010 wierp een man vanuit het publiek een 625,9 gram, heel specifiek, wegende vaccinelichthouder naar de Gouden Koets en beschadigde daarmee een deel van het hout. Deze niet zo heel erg gevaarlijke man bleek waanbeelden te hebben en werd al heel snel overmeesterd door omstanders en opgepakt door de politie. Oorspronkelijk kreeg hij geen gevangenisstraf, maar enkel een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis, maar toen in hoger beroep alsnog 5 maanden cel. Het laatste Prinsjesdag incident was vorig jaar nog. Iets met een hele hoop boze mannen, omgekeerde vlaggen en die riepen landverrader naar de koning. En die zijn uiteindelijk met 5 man opgepakt. Dat was het einde van deze video. Vond je deze feitjes nou interessant? Ze komen allemaal uit mijn podcast. Wikipedia, die zou je misschien toch nog eventjes moeten checken. Dit waren er een aantal, maar ik heb in totaal al 36 afleveringen. En iedere week een nieuwe. Check hem zeker even, linkje in de beschrijving. Zie ik je binnenkort hopelijk snel terug bij weer een compleet andere video. Tot dan, doei! Heel erg gevaarlijke man. Oh, bleek last te hebben van waanbeelden.
En werd al gauw overmeesterd door mensen om hem heen. Ik ben een beetje van mijn apropos af. Loopt ie? Genoeg over de plaskril. Genoeg over de plaskril. Oh, nou. Meer vogels, please. Kom maar.